De klant heeft zich geëngageerd tot een feedback die een chauffeur na een uitlevering of een transport of een probleem brengt, dat hij daar ook verder maatregelen mee neemt, onderzoek doet en tracht met losadressen of andere situaties of technische problemen een oplossing te geven. En het allerbelangrijkste is de communicatie. De informatie wordt teruggeschakeld naar de chauffeur die, wat wij een bijna ongeval noemen in de chemietransportsector, aangebracht heeft. Wel, wij proberen eigenlijk uit te gaan van de filosofie die we zelf ook gebruiken en hanteren met ons eigen persoon of met ons eigen personeel. En dat is eigenlijk vertrekken vanuit een standpunt van respect. Die mensen doen hun job. Wij willen dat die hun job voor ons doen, maar ook goed doen. Zij zijn voor ons vaak het beeld bij de klant, het uithangbord van CP Chem, van Chevron Philips, bij onze klanten ook. Dus wij willen dat zij ook dezelfde energie kunnen uitstralen die wij intern beogen. En daarom gaan wij hun eigenlijk behandelen als ons eigen gecontracteerd personeel. Wij gaan hun voorzien met een degelijke koffieruimte. Wij voorzien sanitair. Wij voorzien ook vooral een koffie en een lach en een groet als zij binnenkomen. De waarde die ze eraan geven is erkenning van de man als persoon in zijn verzorging, onthaal op de fabriek, maar ook in het uitvoeren van zijn opdracht. Ik denk dat je de juiste woorden gebruikt. Een verlader van keuze. Dat is wat dat wij ook vooral beogen. Niet alleen employer of choice. Wij proberen ook te kijken naar onze buurt. Dus wij worden ook een buur naar keuze. Maar zeker ook verlader naar keuze. En dat is in samenwerking met onze transporteurs. Zij zijn voor ons de partners binnen dit verhaal die onze producten tot bij de klant kunnen krijgen. De chauffeurskrapte is iets waar dat wij zeker mee geconfronteerd worden. Maar wij proberen natuurlijk door een correcte behandeling van al het chauffeurspersoneel, dus niet alleen de chauffeurs, ook de dispatchers, ook de planners, gaan wij eigenlijk binnen dat verhaal proberen te betrekken. Eén, door correcte instructies te voorzien naar al het personeel. Maar ook om ze op de juiste manier gaan te behandelen, zoals we zelf behandeld willen worden. Dit is de toekomst voor heel de sector. Het begrijpen dat de mensen die de logistiek uitvoeren, dat zijn onze chauffeurs, dat zij de juiste schakel zijn om de ganse keten sterker te maken.